enorme ellende aan de klimaatcrisis. Heeft is dat je ziet dat het een wereldwijd probleem is. Dus met extreem veel gevolgen, klimaatvluchteling, overstromingen, enorme hoeveelheden regenval in korte tijd. Enorm groot probleem. De grootste oorzaak is de energie die wordt opgewekt uit kolen, olie en gas. Maar gelukkig is er ook hoop en er zijn heel veel oplossingen die het mogelijk maken om deze crisis op te lossen. Denk aan zonne-energie, denk aan windenergie, biomassa. Het is niet alleen een hele grote ellende, maar vooral ook een hele verhaal van heel veel oplossingen en mogelijkheden. Ik ben Miele van der Meulen. En ik ben Patrick van der Meulen. En wij zijn in 2015 in Miami opgeleid door het Climate Reality Project. Het is eigenlijk 10 jaar geleden begonnen, toen onze vader ons naar beneden riep als kleine jongetjes en zei van nou, ga deze documentaire kijken. Dat was de film van Al Gore, An Inconvenient Truth. En toen is bij ons het zaadje geplant en ook de inspiratie ontstaan. Ja. We zijn 5 jaar geleden ongeveer samen een bedrijf begonnen. Het is een energieleverancier in Nederland, dus wij leveren groene stroom. En daarnaast leveren wij ook zonnepanelen bij mensen. We zijn even begonnen aan de keukentafel bij onze ouders thuis. Milan, ik en onze vader zijn we gewoon beginnen te tekenen met onze plannen. Van wat zouden wij graag willen doen? Vanuit daar zijn we het langzaam gaan uitbreiden naar wat we nu zijn. Een organisatie met zo'n 40, 50 mensen. En misschien zijn we wel niet de typische groene mensen, maar vooral heel erg de mensen met een ondernemende instelling die juist oplossingen willen bedenken. Kom je hier in het testcentrum, hè? Waarin eigenlijk allerlei nieuwe toepassingen bedacht worden met studenten van de hogescholen, vanuit de universiteit. Eigenlijk worden hier allemaal nieuwe start-ups ontwikkeld om allemaal maar één ding te doen. Oplossing bedenken voor de grote energievraag. Maar ja, uiteindelijk gaat het om een mix van energiebronnen, zon, wind, ja. Duurzame vormen om gas op te wekken. Dus het is niet alleen maar zon, het is de combinatie. Want van zon alleen zouden we hier niet afhankelijk van kunnen. We hebben niet heel veel zon hier. Dat sowieso, alle mogelijkheden zijn er al. Verschillende duurzame vormen van energie die samenwerken aan een duurzaam energienet. Ja. En op een gegeven moment, na 2, 3 jaar, zaten we op een gegeven moment op een avond bij elkaar. Toen zeiden we, ja, we zijn goed onderweg, maar we willen nog veel meer doen. Maar daar hebben we ook veel meer kennis voor nodig. En toen hebben we ons aangesloten bij het Climate Reality. 1, 2, 3, Climate Reality! De training was super. Hetgeen wat ons het meest verraste is toch de omvang van het probleem en ook de urgentie die eraan vastzit. Het zijn vooral de arme landen op deze wereld die er vandaag de dag al mee getroffen worden. Maar aan de andere kant, ook Nederland heeft risico's. Vergeet niet, we leven natuurlijk een paar meter onder zeeniveau. En als de zeespiegel zo door blijft stijgen, dan gaan wij er uiteindelijk ook last van krijgen. En eigenlijk de eerste stap toen wij terugkwamen uit Miami, was om hetgene wat wij geleerd hadden, om die ook over te brengen op onze eigen medewerkers. Om samen bewust te zijn van het vraagstuk en samen ook te kunnen bouwen in die toekomst. Om mensen maar te doordringen van het vraagstuk. Wat we doen is ook heel veel presentaties geven in Nederland, op scholen, universiteiten. En we zijn in heel veel gesprek met overheidsinstellingen en burgemeesters en wethouders. We beginnen vanuit het bewustzijn en dat is onze rol als Climate Reality Leader. En dit is wat jij dagelijks kunt doen. Je zou kunnen beginnen met je eigen energie opwekken door zonnepanelen op je dak te plaatsen. Maar kun je dat nou niet? Zorg dan in ieder geval dat je je stroom op een goede manier inkoopt. De groene stroom die je inkoopt zou je heel goed kunnen gebruiken om bijvoorbeeld dagelijks naar je werk te gaan. Met je elektrische fiets of met je elektrische auto. Denk bijvoorbeeld na over je voeding. Eet minder vlees, maar kies voor een ander alternatief. En gebruik ook je stem. En stem op mensen in de politiek die jouw mening verkondigen. Het is heel erg betekenisvol werk. Nooit gedacht dat we dit met z'n tweeën zouden doen. Maar elke dag dat we dit weer doen, krijg ik ook heel veel energie van. Wat leuk. Energie krijg je ervan. Joke. Alright.